Hola, hola chicas. Zoals beloofd, hier het filmpje van de marble. Deze techniek kan je doen met verschillende materialen. Zijn er veel collega's die gewoon met alcohol doen, anderen die met stiften doen. Dus je mag gewoon kiezen wat voor jou leuker is. Ik ga in dit geval de smelted gebruiken. En eerst heb je natuurlijk een kleur als achtergrond. Je kan kiezen de kleur die je wil. Het maakt niet uit wat je gebruikt. Je kan op wit, je kan het op zwart of blauw of ja, allemaal wat je wil. En de marble zelf kan je ook met andere kleuren doen. Ik ga de 131 gebruiken, dat hebben jullie al gezien. En ik ga gewoon twee laagjes kleur leggen. En ik ga, ja, iedere keer natuurlijk ga ik de laag kleur uitharden. Als de kleur uitgehaard is, gaan wij een heel dun laagje smelted leggen. En wij gaan niet uitharden. Okay? Dus smelted niet uitharden. Ik ga de marble ga ik met zwart doen. Ik zal gewoon met zwarte gel polish werken. Jullie kunnen met een andere kleur werken natuurlijk. Zwart van Ugly Duckling is nummer 43. En daarvoor doe ik een klein beetje van de gel polish op mijn paletje met een heel fijn penseeltje. Ik gebruik hier de Detailer 2. Gaan wij de tekening doen. Oké, en we gaan tekenen. Dus nog een keer. Op de natte smelt het met gel polish. Hele fijne lijntjes tekenen. Met gel color, ik weet niet of het met gel color lukt eigenlijk. Ik denk dat de gel color veel te dik is om deze techniek te kunnen doen. Maar jullie kunnen natuurlijk proberen. Hè. Dus de lijntjes moeten absoluut niet precies zijn. Dus ik kan niet zeggen dat je slordig moet werken, maar je moet niet echt precies werken. We gaan zo een soort bliksem, tekenen op de nagel. Dus als jullie zien, zijn ze gewoon een beetje random gedaan. Nee, op sommige punten zijn ze dikker, op sommige punten zijn ze fijner. Je kan kiezen hoe je je marble wil doen. Hoe meer lijntjes dat je tekent, hoe drukker dat de nagel wordt natuurlijk. En we gaan een paar secondjes wachten tot het product helemaal uitgelopen is. Als jullie zien, wordt de kleur super licht. En nu kom ik nog een keer over met meer kleur. De nagel heb ik nog niet uitgehard. Dus de nagel is nog niet in de lamp geweest. Ik ga gewoon op de uitgelopen kleur opnieuw tekenen om meer contrast te hebben. Zo wordt het mooier eigenlijk. Dus je ziet hier en daar donkerder en op andere punten is wel lichter. Maar ja, ik zeg het nog een keer, jullie kunnen deze techniek gebruiken zoals jullie willen. Dus drukker of lichter of donkerder, jullie zien wel. Of wat jullie klant wil, natuurlijk. Dus als jullie zien, ja, hier een beetje van dichterbij. Ik doe zo, op sommige punten teken ik een beetje donkerder, maar ik voeg nog een paar fijne lijntjes toe. Zie, hier had ik geen lijntje, dus ik doe nog een klein beetje. Ja, op deze manier. Ik denk dat dit bijna klaar is. Dus een keer dat je je resultaat bereikt of dat je bereikt wat je wilt, kan je gewoon de nagel uitharden voor 1 minuut in de Dual Wave. En daarna een topcoat. Ik gebruik hier een no-wipe topcoat. En, of course, we gaan een paar steentjes plakken. Voor de steentjes gebruik ik altijd dezelfde materialen. Stik het.
voor de kristallen. Jam gel voor de kleine caviartjes. En met de blinger en de detailer. Oké, deze zijn Moonlight en Rose Gold Swarovski. Van caviar heb ik de Rose Gold Mini. Als ik een kroontje van steentjes wil doen, ik plak eerst de twee centrale kristallen, zou ik zeggen. Dus ik ga een grote hierboven zetten en beneden en eronder nog een kleiner. Het is wel belangrijk dat jullie het midden van de nagel goed bepalen, anders komt het allemaal scheef. Dus dit is een Light Moon S16, denk ik. En eronder nog een Light Moon. No, Light Moon, nee. Sorry. Moonlight, sorry. S16 en S9. En ik draai even de nagel, zodat ik goed kan zien of de twee kristaltjes in het midden zitten. Oké? Okay? Ik ga snel even uitharden. Zo bewegen ze niet meer. En daarna ga ik de rest doen. Met de jam gel teken ik een lijntje waar ik mijn caviar wil zetten. Jullie zien dat wel goed. En daarna, ja, de caviartjes altijd in de jam gel doen. Dat hebben we veel keer gezien. En we plaatsen ze één per één op die lijn. En op het einde gewoon een klein steentje en even uitharden. De andere kant heb ik precies op dezelfde manier gedaan. En nu de rest is heel makkelijk, dus gewoon neem een beetje stik het met je blinger en leg het maar gewoon op die twee lege ruimtes, zou ik zeggen. En je begint gewoon alles opvullen met Swarovski kristals. Ik blijf gebruiken de Moonlight in verschillende maten en de Rose Gold ook in verschillende maten. S3 en S5 denk ik en de Moonlight S9 en S5. Dit is het resultaat. Oké, ik zie jullie nog volgende week en ik verwacht foto's van jullie allemaal. Bye bye, bye bye, bye bye.